Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chefvoetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD. Nou, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast Kick-Off. We hebben de lichten aangezet, want het schijnt dus iets kregen kritiek of feedback dat het een beetje donker was, maar er zijn er gewoon echt enorme. Voor de kijkers natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar Er zijn er enorme spotlights uh, en die schijn je aan te kunnen zetten. Maar als je ziet hoe wij eruit zien, dan kun je gewoon het beste licht uitzetten. Is dat beter dan? Ik denk het wel. Ja, misschien voor de kledingsponsoren dat het handig is. Oh, ja. De schijnwerpers. Ja, jij bent wel heel uh, voor jou zo bekend die kledingsponsor, hè? Welke dan? Ministerie van okay. Defensie of zo? Oké, okay. <laughs> hoezo? zo. Anonymous. Anonymous, <laughs> nee, dat is de tennisvereniging waar uh, we afgelopen zondag uh, speelden. Maar we gaan snel uh, van start, jongens, want uh, we gaan natuurlijk de bekerfinale nog even terughalen. Ja. Maar eerst even het laatste nieuws. Ja, welke wil je pakken, Misschien Tot of Frenkie de Jong? Nou, Frenkie, 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 Frenkie maar even. Frenkie van, van ja. Telstor. Nou, dat kan ook nog, ja. Een nieuwe trainer. Antonie Correa. Oké, okay, uh, help me even. De nieuwe, nieuwe hoofdcoach voor de ja. twee, komende twee seizoenen. En waar komt hij vandaan? Zo. Ja, hij heeft uh, assistent is die geweest, of is hij nog? En uh, hij komt bij Katwijk. Katwijk heeft oh, het heel ja. goed gedaan. Oké, okay, oké. Okay. Dus nou, dat hebben we dan hij, die, ze hebben hem al in de organisatie. Je zag gisteren, die, uh, het was een soort blok van Frenkie de Jong uh, tegen Real Madrid. Nou, die voet die, 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 die uh, klapte uh, heen en weer. Ja. ja. Dan is nou, we zullen voelen... niet de dokter spelen, maar uh, de Spaanse media volgen. En die roepen dat hij dit seizoen niet meer in actie komt. Ja, dan is er normaal gesproken ook het EK. Uh, einde verhaal natuurlijk. De, tussen de laatste wedstrijd van de competitie en de EK ligt minder dan een maand. Dus dan neem ik niet aan dat je op het EK helemaal fit en fruitig kan zijn. Nee, hoewel de vraag is, ja, dat is inderdaad een beetje speculatief allemaal. Maar het was niet uh, dat er echt iets, uh, iets, iets, ja, het klapte wel een beetje dubbel. Ja, maar nou ga je nou. toch een doktertje spelen. Ja, ik wil niet het... leren, maar ja. Ja, <laughs> ja maar je, ja, het is gewoon, hij ging met die brancard. Je zag hem wel naar zijn ja, je, gezicht je, je, je grijpen meteen. Je zag naar zijn gezicht grijpen en vaak voel je jezelf of het een he heftige blessure is of hmm. niet. En dat leek je wel gelijk door te hebben. Kijk, ik weet niet of hij dan tot in de voorbereiding van volgend seizoen uh, geblesseerd zou zijn. Ik denk wel dat Koeman bereid is om met hem te wachten. Die heeft altijd heel hoog opgegeven over, uh, over Frenkie de Jong. Ja. En je hoeft in feite natuurlijk niet de groepswedstrijden fit te zijn om nog een rol te kunnen spelen op het toernooi. Mm. Maar, ik, ik, ja. maar spelers die uh, niet fit aan het toernooi beginnen, die zijn 9 van de 10 keer. Hè? Er is één uitzondering. Als, uh, ja, die geven 9 van de 10 keer niet thuis. Dus ja, wat dat betreft. En hij geeft als speler al niet thuis ja, als die hij wel hij, fit is. Nou, ik vind dat hij veel meer moet leveren. En dat je veel meer van hem mag eisen. En veel meer van hem moet vragen. En daar is niet iedereen mee eens. Maar, maar Robben deed het dus ook hij... in 2010. Hè? Ja, maar het, uiteindelijk deed hij het niet in de finale. Ach ja. Die de tegen, ten, te ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus ja, wat, wat dat betreft. Uh, en er zijn waarschijnlijk ook niet al te veel alternatieven. We moeten nu ook weer van wie afwachten. Ja. Maar die stond wel iets. Vrolijker in de, in de wedstrijd dan, uh, dan hoe Frenkie de Jong van het veld werd Ja, gevraagd. Alhoewel Wiever natuurlijk in Oranje nog niet een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Nee, als dus... Frenkie wegvalt, dan zou Wiever misschien uh, wel basis zijn. Dan. Wie, want wie zouden andere opties zijn voor die controlerende rol op het middenveld? Of in ieder geval die spelverdelende rol daar? Ja, dat ligt er precies aan hoe je dat gaat, uh, gaat inrichten. Er zijn natuurlijk heel veel goede middenvelders bij het middenveld. Ah, ja. nou, Ryan Ravenberg noemde Mike net. Ja, doepetje meegepikt. Ze dus... staan nog volgende race om de titel. Ja speelde ook erg goed. Die wedstrijd toevallig een paar flarden gezien. Oké. Okay. Dacht kijk Manchester United, maar toch ook nog een stukje Liverpool. Ja. Ik weet niet wat heb jij gekeken? Ik heb Manchester United. <laughs> ja, maar ja, dat was Barcelona die, ook. Dat, dat, dat was Barcelona heb ik ook gezien. Okay. Ja. Maar als je die, ik heb uh, jij hebt Manchester United gezien, ik heb Manchester City tegen Chelsea gezien. Bij alle tweede wedstrijden geen wanklank. En je zit in de kuip en dus enorme bende en een puinhoop. Ja. En, uh, totaal weer uh, organisatorische chaos allerlei vuurwerk, fakkels, uh, uh, rookbommen en ja, het, het houdt maar niet op uh, in die kuip. En dan denk je van, uh, iedereen is bezig om er een traditie van te maken, maar gewoon een hele slechte traditie. Is het aan het worden of is het eigenlijk al een hele tijd? Omdat in de kuip gaat het altijd mis. Hmm. Zeker als de KNVB wat organiseert met clubs, hè, met Nederland zelf, of valt het dan al wel mee? Dus uh, ja, en dan kan ik me wel voorstellen dat je uh, je vingers erbij aflikt bij twee halve finales in FW Cup. Nou, ja, Wembley natuurlijk een Turke stadion wat, uh, wat nog helemaal niet zo oud is. De Kuip natuurlijk wel. Maar, maar je hebt het toch nog e steeds goed fouilleren. Dat, uh, ik, ik las ja. jouw column uh, jou ja. van vanochtend. Maar ja. of het stadion nou. Ja, maar, een maar, maar zo er, oud is? Er, is, er is meer dan alleen uh, fouilleren. Hè? En, uh, de bewaking is, is één ding. Maar ook, ja, dit is een stadion uh, dat goed is voor uh, 19. 70, 1980, maar we leven nu in 2024. Hmm. En je moet eigenlijk een stadion hebben dat uh, proef is voor 2050. En daar moet je naartoe. Ja. En uh, zeker de ambities die bijvoorbeeld een voetbalclub als Feyenoord heeft. Ja. Dus da daar moet gewoon wat gebeuren. En uh, dat ziet er voorlopig niet eruit, nee. uh, naar uit. Ik, ja. ik, ik vind het ook niks hoor. En als je ook zeg maar, de infrastructuur ziet wisten we van Nederland zelf dat mensen echt urenlang in de files Ach, gelul Mark, ik, ik reed Ja, ja, ja maar, maar Jij, jij komt vanuit Honslesdijk. Honslesdijk rijd ik in 25 minuten van uh, mijn stoel voor de televisie naar mijn stoel in het stadion. Ja, jij jij kan lekker parkeren voor het stadion. Ik kan niet parkeren in het stadion. Ik uh, had nu een, uh, een parkeerplaats uh, op een uh, ventweg en uh, ja. Daar kan het helemaal vol staan, maar je moet gewoon een beetje slim zijn en dan uh, rij, je echt, rij je echt zo door. Nou, om, arena om nog het... even door. Om nog even door te gaan, ja. er zitten ook mensen in echt gewoon in de stromende regen als het even slecht weer is. Ja, dat wel. En, en ook zeg maar alle commerciële mogelijkheden in het stadion qua ja. skybox en zo. Dat is gewoon allemaal veel minder dan in de arena, maar wel ter verdediging van Oeie de gasmat. De nou, dat hebben ja. ze zeker. Ja. En de internationale spelen daar ook heel graag, omdat de sfeer natuurlijk wel vaak fantastisch is. Nou, ja, dan gaan we het zo nog wel over de bekerfinale hebben, ja. denk ik. Maar ter verdediging van, van de kruiwagen, ik heb Valentijn zijn Column ook gelezen. Maar ik herinner me ook nog Ajax Feyenoord. Ja, dat werd natuurlijk door de Ajax-fans stilgelegd om maar niet naar 0-8 gespeeld te worden. Dus ook in de arena komt dat vuurwerk binnen. Ik heb het natuurlijk ook wel eens met Michael van Praag over gehad. En ja, die stewards, die zijn gewoon heel erg beperkt in hun fouilliermogelijkheden. Het is niet zo dat ze, dat ze echt heel intensief kunnen, kunnen fouilleren. En dat lukt gewoon. Maar er zijn ook gewoon supporters met de sleutels van de stadions die gewoon spandoeken mogen neerleggen en er ligt gewoon al, soms al vuurwerk in het stadion. Maar daar moeten ze gewoon keihard kei tegen optreden. Moet ja we... en, en er, word, er zijn uh, camera's hele goede camera's hangen daar, dus ik kan zo als ik zo met een fakkel uh, sta op die pestribune, dan ziet iedereen hey, dat Svalbard en ze oppakken die handel, uh, wegwezen. Zijn. Ja. ja. Oh, bij de arena kan je ook lang in de file staan, toch? Ik bedoel dat is niet per se voorgehouden aan. Nou, uh, ja, maar de daar de zijn Kuiper. de parkeermogelijkheden wel vele malen beter dan uh, dan ja. bij de kaap vind ja. ik. Maar maar, maar ja? ja, want als ik kom op, Mike gelijk dooruit bij de arena. Weet Mike de, de sleutels? Die sleutels, sleutels wat staan ja, om, Daarom. Dus. Jij vuur, weet precies ja. hoe je moet rijden leg, de, leg de, de en, en Hij zat onder het veld, nu. helikopter. Ja. Ja. maar ik ja. moest wel, uh, wel lachen. Er stond vandaag ook op Twitter de KNVB natuurlijk ook wel ja, flink met straffen, geldboetes, soms wedstrijden zonder publiek staan, tribunes leeg. Dit was dan door een, de KNVB georganiseerde wedstrijd. Oh. En die nu ook gewoon vier wedstrijden zonder ja. publiek? Of niet? Ja, nee, nee, maar, maar net wat je zegt, kijk, de, de KVB, je kan moeilijk de KVB een boete geven, die ze dan zelf moeten betalen. Hè? Ja. Dat kost alleen maar overschrijvingskosten bij die bank, dus dat moet ja. je niet doen. Maar wat de KVB natuurlijk wel als signaal kan afgeven, we gaan gewoon aan een ander stadion. Ja. Kijk, daar, daar is nu gewoon de tijd rijp voor. We hebben het 35 jaar, is het best af en toe een hele leuke wedstrijd geweest en zijn er mooie momenten, maar. Ja, uiteindelijk moet je toch ook een keer een uh, beslissing nemen, ook als KNVB zijn. En ze hebben eerder Oranje al een tijdje in de man gedaan uh, bij, uh, voor de Kuip. Dus ja, dan nu ook maar deze wedstrijd. En er zijn meer mensen die er uh, zo over denken. Want ik zag ook het gezicht van Abu Taleb. En die heeft natuurlijk eerder al een waarschuwing gegeven. dat hij zelfs bereid is om wedstrijden zonder publiek in de Kuip te spelen. Want, want waarom want, zijn er geen concerten meer in de Kuip? Daar gaan ze dan weer een vergoeding van krijgen. Lekker is gestopt. Ja, nee, ja. Is maar ja. Maar, nou ja, er zijn natuurlijk grote concerten in de Kuip geweest, maar heeft dat ook met de, de faciliteit te maken of heeft dat te maken met de gemeente nee, en de politiedruk? Nee, nee, dat heeft voornamelijk te maken met dat ze rond de Kuip gewoon een, een hele nieuwe woonwijk willen neerzetten. En als je daar concerten organiseert, dan kom je met extra kosten in aanraking, omdat ja, alles moet qua geluidsniveau. Oh ja. Ja. We moeten moet het aan alle voorwaarden voldoen en als je daar een concert van, uh, nou YouTube bestaan die nog of niet? Ja, of uh, James Last. Of James dus als Last, als ja nou, James Last was helemaal, dan is het natuurlijk nou, een enorme geluidsoverlast. Ja. Ja. En geluidsoverlast. Eh? Dat kun je op Woudenstein ja. doen hoor. Ja, ja. ja nou, zeker. Yes. Ja. Yes. Dus, maar waarom, want bij de Arena wordt er enorm veel geïnvesteerd in het stadion, hè? als je kijkt naar die... Die ring eh, tussen de eerste en de tweede ring, zeg maar, of die, 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 dat tussenstuk. Waarom gebeurt dat in de Kuip dan ja, maar per Pim, se niet? Ik Pim, weet niet? Weet je, de, de sentimenten in Amsterdam waren ook zo van: oh, die mooie oude meer, die trouwens niet eens altijd vol zat, mm -hmm. Die moest verlaten worden. En natuurlijk is dat best moeilijk. Maar het is een enorme gemiste kans geweest om niet voor die nieuwe Kuip te gaan. En ja, dan krijg je dit soort waarom zijn er, geen, er zouden toch geldstromen beschikbaar moeten komen om die Kuip te renoveren? Maar er komt één geldstroom nu beschikbaar vanuit de gemeente. Dat is een compensatiefonds ja. wat, wat de Kuip gaat ontvangen. Omdat er geen concerten meer georganiseerd nee. kunnen worden. Maar of dat voldoende is om de hele Kuip, dat, 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 dat geloof ik nooit. En voor de rest zit het stadion, Feyenoord, zit gewoon op zwart zaad. En, en dus, hoe komt dat dus, dan? Er valt te weinig te, 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 te in, zeg maar, uit dat Ja, stadion. er valt te weinig, er, er valt te weinig geld binnen, in ja. te verdienen. En dat is een beetje een kip-en-tijd verhaal. Maar die concerten, die leverden... Nou ja, zoveel concerten, werden er ook niet meer gehouden. Dus die leverden ook niet alles op. Nou, Feyenoord wil natuurlijk niet de overhuis betalen als, als huurder van het stadion. En het zit allemaal uh, aan elkaar verbonden met stichtingen en weet ik wat allemaal. Dus het, het is gewoon een heel moeilijk verhaal en iedereen... Buigt zich er nu al twintig jaar over. er komt geen oplossing. Maar het belangrijkste, er is niet genoeg geld om, uh, nee. om wat te doen. Dus ja, dat, uh, en dat zal voorlopig zo blijven. Want de nieuwe Kuip is voor 15 jaar uitgesteld. Sowieso. Ja. Nou, nu hebben ze weer de, de schulden hebben ze natuurlijk aan die Amerikaanse zakenbank. Want die hebben zaken voorgefinancierd gefinancierd voor het uh, nieuwe stadion. Ja, dat moet nu allemaal terugbetaald worden met een stevige rente. Ja, ga er maar aan staan als uh, de Kuip zijnde. En, uh, ja, die zitten dichter bij een faillissement dan bij een renovatie. En ik zag, zag vrijdag Chris Woerts bij Vandaag in Zuid zitten. En die maakte zich ook heel erg druk over. Want de gemeente gaat om de Kuip. Ja, de Kuip wordt in feite helemaal ingebouwd. En er gaan ook weer parkeerplaatsen weg. En het, het wordt er allemaal niet makkelijker op voor Feyenoord. Oh ja. Lo, Louis van Gaal als bondscoach die wilde al niet meer in de Kuip spelen. Ik ben echt benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat. Maar als jij zegt van die bekerfinale moet in een ander stadion. Welk stadion dan? In de Arena. Maar daar ging het dus bij ajax Feyenoord ook op dezelfde manier ja, maar Ja, daar het misschien veel beter. Daar worden, is het misschien veel beter in de hand houden. Je moet toch al een keer een signaal geven: van we gaan iets doen. Of desnoods Twente of, of PSV. Het kan overal uit de hand lopen, dat weet ik ook wel. Maar je zal toch een keer, als jij een feestje organiseert bij iemand. en die regelt het gewoon niet goed voor jou. dan ga je gewoon ergens anders heen. Dan ga je niet nog een keer een feestje organiseren. Nou. En uh, inmiddels lijkt het me wel zover om er een keer een, uh, een streep onder te zetten. Mooie oh, beeldspraak van het feestje. Ja, ja en, nooit... en Frankie Pauw, uh, ja, als hij die... bondsvoorzitter wordt. Ja, uh, ja. Frankie Pauw, die hebben toch al uh, met uh, uitsupporters vooral. Hmm. Dus wie zal het dat zeggen dat hij uh, dat de streep gaat trekken? nooit dan naar Marco Bassato in de Kuip geweest. Dat was wat zeg. Ja. Vervlogen tijden. Ik ben in YouTube 2 ben ik ooit ben ik meegelokt. Nou, je niks aan helemaal niks. <laughs> zo niet, uh, ach maar je zit pokkend weg en slecht geluid en alles. Dan kun je beter, uh, ja het is niet, uh, niet helemaal mijn band, maar dan kun je nog beter op de radio luisteren. Ja, ja oké. Okay. Goed, we gaan uh, over de bekerfinale door. <laughs> Zij hebben vader zit okay. al, wij, je beter, Voor de televisie zie je het beter, weet ja. je wel. Jij zit toch ook altijd in de stadion naar die voetbalwedstrijden? Ja, ja, uiteraard. Uit, maar je, op televisie je... zie je het wel beter, dat is ja, gewoon zo. Ja, dat klopt zo. Um, ah, uh, zo... Een concert was een evenement, zo zie ik het. Een concert helemaal niet. Nee. Ik vind Dat het ik niet wel. erg. Is jouw laatste concert geweest? Yves Berendsen natuurlijk. Een soort nee. Hij toch is vraag. Nee, ik ben nog <laughs> in de Arena ben ik nog naar de Stones uh, geweest. Oh? Dat was het afscheidsconcert van de Stones 22 jaar geleden, geloof ik. <laughs> ik daarna elk jaar een afscheidsconcert. <laughs> maar jij, bent, jij was toch special guest bij Yves Berendsen nou, In zo'n uh, theater. Uh, Ajax speelde er tegenover, weet je ja, ja. wel. Toch? Zo zat jij bij de Zingodome. en Komende woensdag mis ik Ajax Excelsior. Want? Yves Berendsen. Nee, joh. Op een gegeven moment. In permanent. in vaat van de wie, wie leidt jouw leven? Nou, jijzelf of Yves Berendsen? Nee, ik leid mijn eigen leven. Ja. Ik leef mijn de... leven zoals ik dat wil. Um, we gaan door over de beekfinale, maar even de stellingen tussendoor. Slotvertrek naar dit seizoen bij Feyenoord. Eens. 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 Zonder Frenke de Jong is het EK een kansloze missie voor Oranje. Oneens. Krankzinnig dat bij El Classico geen doellijn technologie is. Eens. Oneens. Oneens. Vitesse zal na puntenaftrek ook nog de proflicentie gaan kwijtraken. Oneens. Oneens. Nico Tats is de Mbappé van Mets. Oneens. Eens. Blessure Dest biedt juist kansen voor PSV om hem te behouden. Eens. Zo. Eens. En ten acht, topcoach. Oneens. <laughs> Eens. Ja, nou, er, er komen zo even nog even die beekfinale, hè? Wat valt er nou verder? Ja, het viel een beetje tegen vanuit Feyenoord perspectief, of nou, het was wel NSC, te uh, Perspectief ook hoor. Ja. We hebben één kans gehad. Ja, bij het spel goal natuurlijk ook. Ja, ja, ook. ja maar bij het spel. Maar uh, die baas die had die bal uh, best in mogen koppen. Al heel snel in de wedstrijd. Ja. Het werd eigenlijk pas leuk na die rode kaart van uh, Minte. Toen het ja. een, een beetje 10 tegen 11, uh, toen werd het een leuke wedstrijd. Ja, maar, wat mij verbaasde: er was heel veel uh, commentaar op Buurk dat hij kuipvrees zou hebben. Maar ja, dat vond ik juist niet. Ik vond ook terecht de rode kaart. Ook die tweede, tweede gele gewoon terecht. Maar dat vind ik juist getuige van geen kuipvrees. Want er zijn heel veel. Zij dat dan? Nou, dat zag je op social media veel, veel voorbij komen. Social media. Dus. Ja. Maar goed, ja, terecht, terecht uh, twee gele kaarten voor Minté. Vond ik wel, ja. 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 Nou, van De eerste vond ik niet terecht. Tweede zeker wel, hè, denk ik. Ja, de ja. eerste vond ik wel heel makkelijk gegeven. Ja, maar ja, als je Ook die... omdat het de eerste was, zeg maar. Dus, ja. dus van, uh, de, ja, de minte die gaat er toch geen tweede pakken. Dus kun je kan hem de eerste wel geven voor een lichte overtreding, ja. ja. Maar spelers van uh, NEC gezien die uh, niet zouden misstaan bij uh, Feyenoord of een andere topclub? Nee. Ook weer niet zo van. Ik niet, uh... ik, nou, ik vond die Sentler die, die schakelde zich wel goed in. Dat hadden ze wel goed gedaan. Uh, die, die opbouw, dat deed, dat deed NRC wel goed. Waardoor Sentler eigenlijk iedere keer met de bal aan de voet toch kon doorsteken uh, naar het middenveld. Ja, die... dat. Maar dan komt het erop aan van wat doe je daarna. Ja, daarna gebeurde niks. Nee. Sentler speelde wel elke bal vooruit. Dus ik, ja, ik heb het hier al eerder geroepen in de podcast. Ik snap niet dat Ajax niet in actie of nog niet in actie komt. En die jongen onmiddellijk binnenhaalt. Hij had heel erg op zijn CV staan dat hij altijd geblesseerd was. Maar volgens mij is hij nu al bijna een heel seizoen fit. Ja, maar zo'n niveau nek. Ja, like. dat, dat kan. Maar ja, Ajax zal toch wat moeten. Die kunnen geen. Uh, niet uh, voor het derde jaar op rij 120 miljoen uitgeven. Dus die zullen inventief moeten zijn. Deze jongen is gratis naar NEC gekomen. Dus ik denk dat je hem voor 3 miljoen, 3 mm. miljoen, 5 miljoen kunt ophalen. Ja, verkoop je dan Zoetalo. Uh, dan denk ik dat je, dat je hier wel een heel veel betere speler aan hebt. Dus als ik Ajax was, zou ik echt onmiddellijk Philip Endela gaan. Ja, bij uh, slot gaat het natuurlijk over blijft hij of niet. Ja. Uh, het ging dan weer natuurlijk over die uh, Leeds uh, of Tottenham was het. Toch ik uh, uh, mogelijkheid, wat toen het uiteindelijk niet is uh, doorgegaan. Ja, hij zegt: ik kan nog dus de de Supercup, uh, hè, de Johan Cruijffschouw kan ik nog winnen. Ja. ja Europees zou hij natuurlijk nog een hoofdprijs kunnen gaan pakken. Nou, ja, die pakt hij nooit. Nee, dus nationaal is hij vrijwel uitgespeeld. Ja. En die, die Joon Kruischaal, dat zei hij eigenlijk als een soort grap, want even daarvoor had hij gezegd dat de KNVB beker geen hoofdprijs voor hem was. Dus ja, en de Joon Kruischaal die staat nog lager genoteerd dan de, de KNVB beker. Dus ja, dat is zelfs geen troostprijs. Dus ja, daarvoor blijf je niet. En hij heeft nu al twee of drie keer laten zien dat hij een heel elftal kan opbouwen. En geweldig knap. Maar nu komt de vierde keer. Hmm. En ja, waar zit de uitdaging voor hem in? En ik denk als je een hele mooie kans langs komt. Ja, dat hij hem dan echt wel gaat grijpen. Vorig jaar was hij er eigenlijk al rijp voor. Nou, dat heeft hij het niet gedaan uiteindelijk. Omdat Feyenoord een uh, geweldige salarisverhoging uh, aanbood. Ik hoorde gisteren Premier League salaris. Hè? Ja, Premier League salaris. Dat hebben we ook een paar keer uh, geschreven. Dus, ja. uh, maar niet de club waar hij... Nou ja, Tottenham Hotspur is inderdaad een club die heel goed betaalt. Ook in de Premier League. Ook voor, voor trainers. Hè? Want uh, anders komt Mourinho bijvoorbeeld niet langs. Uh, zo, en uh, ook Pochettino niet. Maar... Ik denk dat hij uh, bij een goede uitdaging, uh, dat hij dan weg is. En dat zou ik ook ja, volledig begrijpen. Ja, want verder moet hij inderdaad weer opnieuw gaan uh, bouwen. Er dus zijn natuurlijk een aantal spelers... Ja, uh, hij verdient het ook. Hè, want het is echt wel ontzettend knap wat hij daar heeft gedaan. Vorig jaar natuurlijk kampioen. Dit jaar bijna zoveel, uh, of misschien het net zoveel punten. Alleen een ongenaakbaar PSV. Dus wat hij daar heeft neergezet samen met Dennis de Kloes. vind ik wel heel knap. Gaat ze nog aantikken op dat gewenste feyenoord niveau, denk jij? Nee, dat denk ik niet. Toch wel moeilijk hè, als hij dan Wiever moet uh, vervangen. Ja. Hij heeft een paar goede wedstrijden gespeeld. Ook tegen Atletico was hij hartstikke goed ja. in die Champions League. Ja, ja het lijkt wel of hij, als hij met een uh, vaste opdracht hè, van iemand uitschakelen vanuit het middenveld. Of een vaste opdracht van uh, jij moet dat en dat uh, daar en daarvoor zorgen dat het wel lukt. Maar als hij wat meer vrijheid krijgt en wat meer uh, uit zichzelf moet komen. Hmm. Dan gebeurt er eigenlijk weinig. Hij had nog wel een aardige kans die bal. Uh, ja, die had hij wel mogen maken, natuurlijk. Ja. Maar ja, eenzelfde bal. Uh, een nog makkelijkere bal schieten. Uh, de Bruin ook het stadion uit bij. Uh, ja. Real met. Of uh, Messi City Real Madrid. Dus ja. Zo kan het ook weer. Ik hoopte wel dat het. Ik zit naar de producer Hein te kijken. We zijn Aan die nieuwe studio zit Heijn ongeveer uh, uh, onder de Koentunnel ergens. Ja, maar je hebt toch zo'n uh, He We gaan, ver... zo, we gaan het hoor. zo over Manchester hebben, dus dan kun je dit in 18 maaltijds klaarzetten. Vertel ja. mij wat wou je zeggen? Ja, toen dat doek werd ontrold, zeg maar, in de blessuretijd van uh, dromen zijn ook snel weer voorbij. Toen dacht ik, weet je, Feyenoord supporters die worden altijd geprezen als een van de beste van, uh, van Nederland. Misschien wel de beste van Nederland. Maar als je dan zo klein bent naar zo'n tegenstander toe, dan denk ik, ja, weet je, dan... Hoop je eigenlijk nog wel stiekem op de 1-1? Want dan had dat doek heel snel weer opgehaald moeten worden. Ja. Maar dan denk ik van ja, weet je, doe dat nou niet. NEC speelt een bekerfinale. Dat is fantastisch voor heel Nijmegen. Als je die hele armada aan bussen zag. Ik denk dat de, de NEC-supporters een hele leuke dag hebben gehad. Tot het laatste fluitje. En ja. Weet je, dat, dat snap ik niet. Nee, die, die maakte zich ook schuldig aan die rookbommen ja, dat die ik kom en die fakkels en Ja, Komt eigenlijk van dat beide kanten nee, Het was georchestreerd uh, geheel, want uh, ja. uh, uh, wij doen het en dan doen jullie het een minuut later. Uh, dat leek ook wel, uh, 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 ik heb niet daar het uh, harde bewijs voor, maar ook een uh, statement richting de KNVB uh, van uh, uh, wij, wij bepalen hier uh, uh, wat, uh, wat er gebeurt en... Uh, Jullie kunnen een leuke wedstrijd organiseren... maar wij zullen hem toch wel even op uh, ja. een bepaalde manier... toch weer even verknallen voor jullie. Nou, en natuurlijk uh, Feyenoord dus uh, de bekerwinnaar. Dus de nummer vijf positie. Ja, daar ben je toch geplaatst voor de voorronde ja. van de Europa League. Hè? Dus dat ja, en, uh, en dat kan zelfs nog de groepsfase van de oh, Europa League. Ja? Nou, ik, ik zag een schematje voorbij komen. Daar keek ik naar toen uh, ben ik met, met, ja. hoofdpijn, met, hoofd, met hoofdpijn <laughs> ja. naar bed nou, ja, het, het hangt onder meer geloof ik van Estre Villa, Club Brugge... en nog, uh, nog wat andere clubs af. Maar Ajax kan als een vijfde worden... Nog een ze de groepsfase van de Europa League. In. Eigenlijk een heel goed seizoen geweest dan. Dan gaan we naar het Engels voetbal. Een en, uh, broodje kroket. Ja, en een bal gehakt. Heb je gewoon weer je ouderwetse eten gekregen? Hadden ze gewoon staan. Jee, maar gewoon, nou, echt... die, die bal gehakt, daar was ik aanvankelijk een beetje sceptisch over. Want die lag in een of andere drap. Ja, gewoon eten toch? Maar dat was truffel mayonnaise. Geen op. vet. Denk ik, ik kan ook gewoon mayonaise nemen, maar dat heet, moet dan... Oh, dus dat was nog iets chic, maar je had wel gewoon weer... En hoe komt het dan dat nu de KVB de catering had overgenomen? Nee, want nou, dat ligt allemaal bij de Kuip. En, uh, nou, misschien de KNVB heeft dat misschien wel uh, speciaal besteld, ja. Ja, maar bij deze jouw pleidooi... er door, lagen ook door, wel uh, hele moeilijke broodjes, hoor. Met uh, sla en, uh, hey, is, en allerlei uh, ja. toestanden ertussen. Oké, okay, nou. Ja. Maar van akte. Hij hey. viel kwijt wel. Hij uh, viel welkom. Dit yeah, is mijn home. We give too Easy. Also way. Dit eind over the, till Het over. Die is crazy. Hey. Erik ten Nacht dan, Man United. 3-0 voor. Ja, ik wil het er niet elke keer over hebben, maar dit was, is natuurlijk onontkoombaar. Want het was echt, echt knolsgek. Nou, heb, de... heb je echt zitten kijken? Ik heb later ingeschakeld. Oh, want oh, ik, ik maar wel... die 4-3 uh, heb je ook nog gezien. Ja, die heb ik wel gezien. Ja. <laughs> hoe was toen zijn gezichtsuitdrukking? Want de dag. Nou, wat heeft die man gezwijnd zeg. Ongelooflijk. Die farm was blijkbaar heel duidelijk. Maar het was natuurlijk echt Het was een schoenveter. Maar het mooie was, kwart voor zes. United maakt 3-0. Ik was niet in de kuip. Dus ik zat lekker thuis te kijken. Althans, bij mijn zuster. En nou, jongens, mooi moment. Zet maar om naar de bekerfinale. Want Dit is gespeeld. En ik kijk op mijn telefoon. 3-3. Ik denk, nou, toch maar even terug. Dus toen hebben we een heel stuk van de bekerfinale gemist. Want toch wel even die ontknoping in Engeland gekeken. Ja. ja en die bal onderhand, lat, daar gingen ze al gigantisch door het oog van de naald. Ja. Toen die buitenspelgoal. Ja, Fernandes ook nog wel... Uh, ja, uitstekende eerste penalty dag. van Casemiro. Nou, dat was weer zo'n penalty, hè? Lekker in het midden. Ja? Ja, jij hebt het niet gezien natuurlijk. Nee, nee. Maar, maar ik um, ben wel, uh, dat vond ik wel uh, heel sportief van Gusebuk. Hij staakte die wedstrijd op het moment dat die penalty-serie begon bij... Uh, van oh, United. Okay. Dus die hebben we wel kunnen ja, volgen, was, ja. maar niet op beeld. Want. Uh... Internetverbinding was natuurlijk weer dramatisch daar in dat stadion. Oh, ook, een goed ook, stadion. He? Die kijker weten we te ja. tegen die kuip of niet? Nee, helemaal niet. Nee, Oké. Okay. Nee. Ja, want je zit er binnen 25 minuten. Ja, was wel. Maar sfeer blijft het natuurlijk een prachtig stadion, laten we ook wel weten. Schoonvader is aandeelhouder, dus. Oh ja. ja dus misschien we... kan die wat regelen. Ja, dan? Dan? Ja, die was denk ik heel blij met die column vanochtend. Dus die ja. aandelen zijn denk ik. Uh, <laughs> ja, daar kan jij naar vrezen dat je die ooit nog... Nee, die ga ik nooit meer overnemen. En die heeft hij gekocht zonder voorkennis? of ja, dat wel. Niet aangegeven, hè? Nee, inderdaad. Maar goed, wat de Vraag is misschien die een beetje blijft staan. Want als je naar, naar Man United kijkt dit seizoen, of het nou Galatasaray uit is. Of uh, Kopenhagen geloof ik, hè, uit. Of uh, naar Chelsea. Elke keer worden voorsprongen uh, uit handen gegeven. Nu dus tegen. Elke tegen, keer. Nou ja, heel nee maar dat is echt krankzinnig. Als je kijkt ja. naar, naar. Ze houden geen wedstrijd vast. Toen dacht ik. Was dat nou bij Ten haag met Ajax uh, uh, ook vaak zo? Dat, nee, want dat... daar kregen ze heel weinig tegengoals. Ja. Bijzonder is, ik zag dat hij in 2024 in de laatste 17 wedstrijden, of de 17 wedstrijden in 2024, 29 tegengoals had. Ja, dat is voor een topclub natuurlijk ontzettend veel, bijna twee gemiddeld. Ja, dat is niet best. Maar hoe kan dat dan? Zo is te... lekker als een mandje. Hij heeft veel blessures, maar je kan ook zeggen, hé, je moet het dan gewoon op een bepaalde manier zetten. Ja, niet gewoon, dat er allemaal uh... onderknuppels knuppels staan. Moeten er gewoon dicht kunnen timmeren. Ja. Zeker tegen de, de uh, eh, championships clubs. Ja, uh, in de motor championship. championship? Ja. Is dat negende geloof ik. Ah, dan moet, moet ja. ik nu ook wel zeggen: die van richting veranderde bal. Heb je die goals nog gezien? Ik heb ze niet allemaal. Ik heb niet alle tegengoals gezien. Nee. Nou, die eerste was echt gewoon een hele goede goal. Die was onhoudbaar voor Onana. Maar die tweede die wordt van richting veranderd, die ploft zo binnen. En die penalty dan. Ja en dan een penalty. Dus ja dit was allemaal een beetje maar ja het is tegen een tweede divisioneers. dus dan mag je geen drie tegen goals krijgen nee maar vliegt hij eruit hij, nu want als je nu ook. Nou, hij vliegt eruit hij, ik denk dat hij gewoon aan het eind van het seizoen vertrekt bij uh, Manchester United ik denk niet dat die Brailsford hem nu al uitknikt uh, maar als je ziet uh, de totale top bij Manchester United wordt vervangen en dan zou je de trainer laten zitten nou dat gaat echt niet gebeuren die technisch directeur en die directeur voetbalzaken en weet ik hoeveel directeurs hebben. En een nieuwe eigenaar die willen gewoon hun eigen trainer. Daar aan neerzetten. Ugel valt dan hè? Die naam, nou uh... alsjeblieft, zeg hey. nee. Maar het, het, er zit weer een, uh, een Spanjaard ook bij. En dus ik denk dat we eerder uh, moeten zoeken. Misschien die, die trainer van Girona wel of zoiets ergelijks. Uh. Ja, dus uh... aan de andere kant is natuurlijk mensen naar voor voor elke toptrainer in kerkhof uh, gebleken. Hè? Of het nou Mourinho van Gaal, uh, nou ja, Soulcier was had nog niet zoveel bewezen. Maar iedereen sneuvelt daar ten zegt twee. Drie finales hè? Uh, in twee jaar, twee keer FA Cup finale gehaald. Ja. So great performance. Ja, ja, ja. Eh? Nou ja. Vorig jaar ook Champions League gehaald. Dus zo als je gewoon kijkt naar wat hij heeft neergezet daar. Ja, maar als ja. je kijkt wat hij heeft nu zevende mogen, mogen uitgeven. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. nou, maar eindelijk... ik, kijk, ik, ik vind, want hij beklaagt zich erover dat hij dit seizoen nog geen één keer met zijn complete squad heeft kunnen, kunnen spelen. Ja. Zoveel blessures. Maar je bent als trainer ook verantwoordelijk voor de fitheid van je selectie. Ja. Dan vind ik ook dat je, kijk natuurlijk, ernstig letsel, knieblessures en zo, daar kun je niet altijd wat aan doen. Maar ja, als je. Ja, zo... Hetzelfde geldt ook voor Liverpool, Mike. En hetzelfde geldt voor. Uh, Die belasting in de Premier League. Uh, Manchester ja, Guardiola City en Guardiola was natuurlijk helemaal uh, klaar mee, denk ik wel terecht. Hè, dat hij zaterdag ja, al tegen Chelsea moest ja, spelen. Terwijl Manchester een, een week rust had gehad. Ja, en pas op zondag moest spelen. Hadden ze misschien even moeten omdraaien ja, in ieder geval. Ja, ja en Chelsea heeft voor mij ook een hele week niet gespeeld. Ja, en als, wat je zo, als je zag wat die bracht daarna, nou, dat was werkelijk uh, dramatisch. Die wilde gewoon helemaal niet, nee. zonder alleen maar te verdedigen. Dus ik was uiteindelijk heel blij dat Manchester City die wedstrijd uh, over de streep ook En leuk voor die Bernardo Silva, want anders had hij natuurlijk de hele zomer in een, uh, uh, in een uh, dip gezeten. Ja. Na die penalty die zo in die handen schoot in de halve finale van de... Nee, kwartfinale. kwartfinale, kwartfinale van de, ja, de, Champions kwartfinale League, de, ja. de Champions League. Dus maar. Uh, ja, Guardiola wel gelijk dat het op een gegeven moment qua belasting van die ja, spelers gewoon veel te veel wordt ja. natuurlijk. Ja, maar hij heeft ook wel een brede selectie, dus hij kan ook wat meer wisselen. Nu maar moest hij nooit gedongen wisselen. Zo breed was, hè? was voorgepompt. Nee, nee, maar hij was wel zo breed dat hij nu uh, had hij voor mij drie of vier andere uh, okay. spelers okay. had hij. Onder nee. andere verplichte Haaland niet. Maar dan nee. zie je Alvarez die kwam erin, maar die die deed net zo weinig uh, goed zoals uh, Haaland. Het is dus gewoon een drama van een spits. Missing dat uh, om even naar Duitsland uh, te gaan. Uh, dat, is, uh, dat is rond. Hè? Die gaat uh, definitief naar, uh, naar Dortmund. Ik zat nog even te hmm. kijken. Er staat, ik, ik pak even snel een, volgens mij een a &P'tje erbij. Uh, dat hij zich in een technische functie bezighoudt met de planning van de ploeg. Ja, dus zult... ah, ja. Simering doet dat ook, zeg misschien maar. Misschien kan nou, die twaalf spelers. Dat van... deed hij in Nederland. Dat uh, deed hij bij Ajax ook natuurlijk. Daar was hij ook verantwoordelijk voor. Ja, de planning van de ploeg klonk alleen een beetje. Misschien kan die twaalf spelers van Ajax overnemen. <laughs> ja. Nou ja, de nieuwe Frenkie de Jong, die kan hij nog. Die is denk ik best wel te koop bij Ajax. Ja, die uh, Manswerk is, ja. uh, is wel te halen. En uh, Miko Tatsen, die heeft dus al tien goaltjes erin uh, liggen bij met. Ja, maar je klets er even overheen. Dat snap ik. Maar, nee, nee, ik, maar, ik neem nee, maar als, hem over. Je, als jij over Tahier zegt, hij is wereldwijd de beste op zijn positie. Ja, dan moet je ook zoveel karakter hebben. Dan moet je die morgen. <laughs> ja, ja. Morgen natuurlijk kopen van Ajax. Want ja, hoe. Vaak krijg je nou de kans om de beste speler in die positie ter wereld te kopen op zijn leeftijd. Ja, Sosa gaat hij natuurlijk ook halen. Ja, ja. Maar dat ligt er aan bij welke zaak we die zit. Oh ja, dat is ook als ja. ja. ja die, zit, die zit nu bij zich. Ja. Nee, kijk, het, het is hartstikke leuk voor Sven Mischling, dat ik, Het verbaast me wel, moet ik zeggen. Want, je wou bijna zeggen, ik gun het hem. Nee, dat wilde ik niet. Oh. Dat wilde ik niet zeggen. Maar je zou bijna denken dat ze in Duitsland geen, geen, geen Nederlands media... Geen, nee. Daar lezen ze het niet hoor. De Nederlandse media melden zes abonnementen. Nee, de loyaliteit van die Duitse clubs is ook ver te zoeken. Ja, maar je, je zou He? bijna denken. Van, hey. In welk opzicht bedoel jij? Nou, hoe heet dat? hij heeft een collega-club totaal verruineerd en wij nemen hem toch. Huh? Ja, is ja collega, Ajax manier. is een collega-club van Borussia Dortmund. Okay. Totaal verruineerd. En dan uh, ja, halen ja. wij hem binnen. Oh, ja. Maar zo'n we wetenschap maken. Dat is Borussia goed. over uh, drie jaar in de Tweede Bundesliga speelt. Dus. Ja, nou Nee, nee, nee laten we dat niet doen. Maar. maar het heeft ook te maken met de checks en balances, zullen we maar zeggen. Maar die Mikko die heeft dus tien goals gescoord. Fenomeen nu uh, bij uh, Mets. Ja. Uh, strijd tegen degradatie. Um, en, ja, daar zeg je het al. De deed strijd ook zijn beklag, tegen degradatie. Hè, over... Uh, en dat hebben we wel vaker gehoord. Daar heb je het ook eerder over gehad. Hoe die dus... Is uh, opgevangen bij Ajax. Hij zat ziels uh, alleen in een, uh, of met zijn gezinnen, weet ik niet, nou ja, in een hotel. Ik, dit is ook bijna een stockparty dat we eens in de zoveel maanden bereiden. Ik heb toen geroepen dat uh, ook Václav Tcherny zat in zijn eentje in een in, in een huis uh, in, de, in de PC Hoofdstraat. Daar stonden de supporters voor zijn deur toen hij uh, die kans miste tegen de graafschap. Maar de opvang en begeleiding van spelers bij Ajax, dat kan en moet zoveel beter. Trek een blik Studenten open. Die voor die gasten klaar zijn, rennen, vliegen en Vang die gasten op. Zorg ook dat ze een goed appartement krijgen. En niet wekenlang in een hotel zitten. Ja. Want je weet bij Alpharis... Ja, ja, dat is allemaal zo ja, dat is mooi afgelopen man. Het ja. zijn allemaal volwassen gasten. Ja, ze zijn 15 ge... goals had Ze zijn getrouwd en, uh, en ze hebben kinderen en zo. En dan zitten ze te janken, man. Daar word ik zo, echt zo moe van. Ja, maar, ik zat jij, dik maar jij kan het. Geluk... in Sint-Petersburg hier gewoon 2,5 jaar in een hotel gezeten. Ja, maar ik hoor Dirk helemaal niet uh, klagen. Nee, maar ik vond hij rekening het lekker? Heerlijk. Nou, man, elke avond je bedje opgemaakt. Even eten. Ja, en ja en joh, hee, die zielenpoten. Maar kijk waar Mika Tatsen mee bezig is. En dat begrijp ik ook wel. Die is Ajax heel erg zwart aan het maken. En er klopt helemaal geen klote van. Omdat hij die, die transfer wil afdwingen. En Ajax vraagt misschien nu nog te veel. Dus om die prijs naar beneden te, te duwen. Dan zeg je dit soort dingen allemaal. Zodat een terugkeer nauwelijks mogelijk is. Ja, maar jij kan het geluk gelul vinden. Maar als Ekpom het zegt. Mikotats, ja, Ekpom eh, ook. Als Alvarez het zegt. Jenny het zegt. Ja, maar ja, ik, joh. Ja, er kan op, een klein, op, joh. klein hartje zitten in zo'n grote... Ja, ah, johan, nou dat weet je ook. Nee, maar je kan het allemaal ja, belachelijk maken. op het veld staan en zo. En dan janken dan, uh, omdat... Ook met uh, zijn kindje, Omdat meneer... Ja, nu loopt hij met een kindje over het veld. Ach, en zo. En dan moet meneer drie dagen of drie weken in een hotel zitten... en is de wereld te klein. Nou, zijn en er stagiairs die gevolg? interesse hebben in een baan bij Telesport? Ja, uh, maar even uitkijken, yes. want je ja, wordt een lot over Maar je kan het allemaal belachelijk vinden. Maar als spelers dat zelf aangeven... Weet je, ja, na afloop, ja. Ik hey, bedoel, jij, moet, de... weg is. jij moet er weer ook weer een lekker in vel zitten om hier te kunnen functioneren. Ja, ja. Zo is het, 25 minuten de hè? Overigens, oh. de podcast wordt wel geluisterd in Rotterdam. Hè? Ja, vertel, Mike. Nou, ja, deze is wel leuk, deze anekdote. Ja, dat is... Die heb je al gehoord. Ja, je hebt hem al gehoord. Ja, want jij had uh, je, je spiegel was eraf afgetrapt. Naar afgelopen zaterdag werd ik uh, geëpt door een buurman. Van, Je moet even opletten, want jouw spiegel is ik ook afgetrapt. Dat was in Ilpendam. Iemand uit de bus gezet vanuit Amsterdam op weg naar Purmerend. Die kennelijk een beetje doorgedraaid was. Hè, al een raam uit de bus had getrapt. En vervolgens is hij uitgestapt. En op sloop, slooptocht is gegaan. En ja. in Hilpendam bij 16 auto's de spiegels eraf trapte. Ik had ook de hoofdprijs, dus die spiegel lag er ook af. Ja, ja. moet je toch melding maken bij de politie? Ik dacht, eerst bel 112, maar toch maar het andere politienummer. Ja, had mij ook kunnen bellen, natuurlijk, hè? snap je? En toen nam uh, Romeo met enorm Rotterdamse accent op. Ja? En... Uh, dus uh, even melding gemaakt. Hij zegt maar, jij hebt net een nieuwe auto. Toen dacht ik, Hé? ik heb mijn kenteken nog niet eens doorgegeven. Mm. Ik zeg, hoe weet jij dat? Hij zegt, nou ja, ik uh, klink wel Rotterdams. Maar ik ben voor Ajax. En ik luister altijd jullie podcast. Moeten die, moeten die anekdotes ook, moeten we inbouwen, ook, ja. in, ook in de meldkamer van de politie wordt er gewoon geluisterd naar deze ja, die jongen. Die hebt natuurlijk geen leven meer nu. Ik vind wel dat wie? Romeo? Ja, naam genoemd, uh, plaats genoemd, uh, clubvoorkeur. Het zijn mooie anekdotes. Ja, ik weet ook niet of je voor Ajax zat. <laughs> nee, precies ja. Um, over Barcelona, Madrid of Madrid, Barcelona gesproken. Daar was dus die, die bal al dan niet of ja, die was over de lijn. Maar blijkbaar dat heb ik niet gezien. Nou ja, is, blijkbaar is er dus begreep ik geen doellijntechnologie. Nee, maar ik vanaf het moment bij Blind PSV en alle wiskundigen die toen aan het woord kwamen, en de bolling van de bal. En weet je, er is, uit allerlei standpunten zie je die bal wel of niet over de lijn. Hij lijkt me ook over de lijn, maar ik durf dat niet met 100% zekerheid te zeggen. Mm. Dus vind ik wel dat je in zulke competities en bij zulke grote wedstrijden ja. doellijntechnologie moet hebben, waarbij wel gezegd, als je het bij Real Barça hebt. Dan moet je het ook bij uh, Getaffen tegen. Uh, nou, noem eens wat. Ja. Gale zoals je dat hebt. Noem het maar. Ja, dus. Precies. Eigenlijk is het besportelijk dat hier niet te zien was of die bal over de doellijn was. Ik denk het wel. Ja, en dat had Barcelona natuurlijk wel heel erg geholpen. Als die. hebben bal... nog opgeven, hè? Ja. Zure tijd, uh, geloof ik, zijn 17 zeventiende nee, volgens mij van het. Maar uh, de eerste was het ook in Barcelona beslissen die is ja, een fenomeen. Maar waar, waar iedereen aan voorbij ging, die eerste penalty. Of die ja. penalty die 1-1. Dat was toch helemaal. Uitgelokt. Ja, natuurlijk. Uitgelokt. Ja. Hij, hij gaat met zijn been naar rechts, laat zijn been hangen. Ik moet zeggen, het was ook wel verdedigend een lompe actie. Maar deze, deze ja. werd wel opgezocht. Ja, ja. Um, nee, ze had hem niet uh, gegeven. Nee. Uh, Des nog even, want die is natuurlijk geblesseerd uh, geraakt. Um, is een speler die misschien wel, nou ja, is duidelijk naar grotere competitie wil. Maar die staat er nu misschien wat minder goed op bij bepaalde clubs, omdat hij geblesseerd is. En kan PSV, dacht ik zo even, een beetje. Even toeslaan. Ja. Ja. Zeg hier even een lekker dood, anders, uh, brood. Ja, het zou kunnen. Ja. Ik weet niet hoe PSV erin staat om uh, misschien een geblesseerde speler die misschien een half jaar niet speelt, om die uh, in je selectie te hebben. Nee? nog niet vind... helemaal bekend aan nou, die Midderland. Nee, nee, dus ja, daar zal het uh, mede van afhangen. Mm -hmm. En hij is natuurlijk geen eigendom van PSV. Marcel dus... nee. nou, Mar 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 Brand vertelde gisteren, volgens mij bij Studio Voetbal, dat ze wel bezig waren al met Barcelona om hem definitief in te lijven. Wat ik hoorde, wilde Dest zelf het liefst een stap hoger op. Dus is dit natuurlijk wel een kans voor, voor PSV. Alleen als het echt kruisbandletsel is, wat, wat wordt gevreesd. En ja. Ja, dan zijn je negen maanden aan de kant. En dan maar de vraag hoe Ja, hoe, dan, hoe dan, dan ben je in januari terug. Dus dan zou PSV dus een speler kopen waarvan je zeker weet, of misschien weet, dat hij het eerste half jaar niet speelt. Ja, dat, dat is dan hmm. wel een gok. Aan de andere kant, nu krijg je misschien nog wel meer die mogelijkheid. Want ik denk dat Dest nu wel wil. Ja. Wachten we af. Uh, Spaanse media, eventjes alarm. Uh, staat toch open Xavi om volgend seizoen trainer te zijn. Van Barça, meldt Mundo Deportivo. Van Barca? Mundo, van Barca. Dat, ja, dat nou, meldt oh. meld de Spaanse media. En, dus, en het is aangezet dat het verhaal voetbalprimeur als mogelijke domper voor Ajax. En, <laughs> ja, dat uh, ja, maar dat dat doen ik die, toch ook boven de markt. Dat hè? doen de zo goed. Hè? We hebben er af en toe wel eens wat tegen. Want ze knippen ah, en plakken natuurlijk ook voor de telegraaf. snelheid van, 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 ja. van artikelen. Ja, maar het mooie ja. bij voetbalprimeur en voetbalzone vind ik, dat staat er uh, voormalig Ajax-target op weg naar en dan lees je en dan heeft er ooit een keer in de Ecuadoriaanse ja. media ja. een berichtje gestaan dat Ajax heeft gekeken naar ja. ah, nooit serieus maar geweest. die gasten zijn wel, wel bezeten ja. van voetbal dus dat is dan wel mooi wat we dus nog ja, even een verkoopmodel. Hoe, hoe, hoe weet jij dat nou voor mij is het ja, zo ja, als... ja, maar ken jij die gast of niet nou Damien hè ja. Die, uh, die zit ja. in een van die sites volgens mij. Ja, en wij, Jorik Hocken, die is ook helemaal bezeten van voetbal. Die werkt nu uh, op de Telesportredactie. Maar dat ze dat soort, de, 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 de echte voetbalfanaten, die kennen dat soort rare details ja, natuurlijk altijd. Dit is... Ja, en dat verkoopt dus, natuurlijk. Dus is gewoon knippieplakkie van uh, een beetje, beetje sausje erbij. Ja, vind Eerlijk. Ja. ja, ik vind het lekker. En uh, volgens mij, die broer van Kees Verwonderen, die is heel rijk mee geworden. Oh ja? Ja, dat was volgens mij een van de eerste. En Filip Kalku zat er toch ook in? Misschien dat kan dat Kees dan niet. even daar ook nog wat gaan doen, toch? Want die uh, stopt bij ja. uh, Heerenveen natuurlijk. Ja. Is er nog bij Ajax uh, wat nieuws, uh, Mike? We hebben nog twee dingen niet behandeld. Kan je nagaan, joh? Hé. Het is gewoon één uur. We hebben Ajax nog niet behandeld. Ajax en Volendam. Dus, uh, Vitesse. De, de, de Vitesse, shit. Die ja. hebben we helemaal gemist, hè? Ik kreeg net een berichtje van producer Hein... dat de podcaststudio niet heel lang meer uh, beschikbaar ah, nee, is. Nee. Maar dan doen we nog eventjes die uh, drie. Vitesse. Nou, Vitesse de, de, hadden we natuurlijk eigenlijk ja, vrijdag het uh, kunnen doen. Maar het was na de opname van de podcast. En... Dan nu op min één, geloof ik, hè? Ja. En als je uh, 18 punten in mindering krijgt... dat kan eigenlijk nooit in één keer... En dat zij dat nu wel hebben gekregen. Dat wil zeggen, dus dat ze een opeensomming van allerlei uh, uh, regels uh, die ze hebben overtreden. Ja, dat had natuurlijk veel eerder bekend moeten worden. Die aftrek van die, uh, van die punten. Ook voor de tegenstanders, hè, voor, voor Volendam, voor Excelsior. Mm -hmm. Daarmee zijn ze toch, uh, ja, is toch enige sprake van competitievervalsing. Ja. Ze hebben veel langer meegedaan. In de strijd om te overleven, uh, dan eigenlijk uh, zou mogen. Ja, en de vraag Z is natuurlijk. We staan nu op min 1. En de verwachting ja. is dat ze op 2 punten komen. Maar wat je ja. wel nog tegen Ajax. <laughs> maar, maar, ja. maar wat ik de vraag is: van uh, er, er lopen nog onderzoeken ook naar de financiële handel. Dus er kan nog wel degelijk. Ja, ook de, de licentie, licentie worden afgenomen. Ja. Dat is nog helemaal niet. Daar nee, zijn we nog nee, helemaal van af. Nee, he? nee, nee. Nou, dat wil je zeggen, ze hebben punten aftrekken, ze zijn gedegradeerd. Dat zijn twee dingen die zeker ja. zijn. Maar of zij volgend jaar in de keukenkampioen-divisie kunnen starten hangt af van de licentiecommissie van de KNVB. Ja. Die zou volgens mij, als je het, het hele dossier ziet, zouden ze zo een streepje doorheen kunnen zetten. Maar dat is natuurlijk wel een hele grote stap om, uh, om een betaald voetbalclub uh, licentie af te nemen. Zeker als je het stadion, de achterban, uh, de historie. En als er ja, maar een beetje kans is op een uh, fatsoenlijke uh, financieel uh, reddingsplan. Ja, dan zal de KNVB, denk ik, toch overstag gaan. Maar of het terecht is. Uh, nee, dat denk ik nee wordt ook al uh, een en ander van gevonden. De uitzonderingspositie die Vitesse dan heeft gekregen. Ja. Um, ja, de laatste dingen voor Ajax. Zijn er nog ontwikkelingen? Want we... nee, wat je hoort is dat Kelvin Lang en Marijn Beuker wel heel erg druk bezig zijn met zeg maar, ja, dingen uitzetten, lijntjes uitgooien voor de selectie voor volgend seizoen. Maar ze zullen toch ook spelers moeten, moeten verkopen. Want Ajax heeft gewoon niet heel veel geld om, uh, om mm -hmm. te investeren op dit moment. Suzanne Lenderink heeft altijd gezegd, eerst spelers eruit, dan spelers erin. Maar er is nu wel de hoop dat het elkaar een beetje kan overlappen. Dus dat er toch wel een beetje de kosten voor de baat uit kunnen gaan. Want anders dan wordt het weer een rampzalige voorbereiding voor Ajax. En Marijn Beuker is ook een voorbereiding in elkaar aan het draaien. Waarbij spelers echt heel gefaseerd binnenstromen. Ook door het EK. Dan verwacht ik niet dat er heel veel Ajax-spelers meegaan. Maar Robby ja, gaat natuurlijk normaal gesproken wel mee. Misschien Bergwijn. Dus dat wordt wel weer een hele puzzel. Om een, om een gedegen voorbereiding te krijgen. Ja. Oké, okay, nou dat wordt wel. Ja, we hebben al die topkursussen uh, last van. Uh. Oh. Ja, en eigenlijk is ja. nog waarschijnlijk wat Mike zegt nog het minste... omdat hij minste internationals levert. Van ja, PSV, dat zijn het. Ja, ja. maar die moet je weer verkopen natuurlijk. Maar goed in de microfoon gesproken ook vandaag. Dankjewel. Dit lijkt me toch de juiste posttelefoon. Dan, dan even parkeren tot uh, vrijdag. Nou joh, daar kunnen we best wat over zeggen. Wat wil je Als hij over gewoon zeggen? een beetje geduld heeft. Uh. Wat wil je daarover zeggen? Nou ja, dat ik vorige week dus opeens het, uh, het bericht kwam dat ik toch. Dankzij uh, voormalig voorzitter Piet Kemper, de bemiddeling van Piet Kemper, een, uh, een oplossing is gekomen. Team Jonk heeft behoorlijk wat water bij de wijn uh, gedaan. Zeg maar de koppigheid van, uh, van de huidige voorzitter Jaap Veerman, toenmalig uh, RvC-voorzitter. Die heeft de club uh, behoorlijk wat advocaatkosten uh, ja, gekost. Er wordt gezegd dat dat meer dan twee ton zou zijn. Nou. Er, hou me ten goede, want dat, dat zien we natuurlijk niet precies. Wim Jong die wilde vanaf dag 1 wilde hij bemiddelen, of, uh, in gesprek om, om tot een oplossing te komen. Nou, dat wilde Vallendam toen niet. Arbitragezaak voor Jong en Koler. Naar de rechter voor uh, Van Leeuwen en Jonkind. Nou, Vallendam kreeg gewoon een paar tikken op de neus van de rechters ja. en de arbiters. En nu is er toch een oplossing. En Wim Jong denkt daarbij ook aan de ZZP'ers. Die ook nog naar de rechter hadden gekund en dan waarschijnlijk ook in het gelijk waren. Maar wat behelst die oplossing dan? Nou, dat, is dat niet ja, dat is gewoon een financiële oplossing. een oh, schikking is er uh, ja. getroffen, want hij had dan nog recht op, uh, op een aantal maanden. Waarbij eh, Jong behoorlijk wat water bij de wijn heeft gedaan. Maar wat mij heel erg verbaast, het bestuur van Jan Smit is weggestuurd vanwege zogenaamd financieel wanbeleid. En als je dan nu ziet dat er een tekort is van drie ton. Nou ja, dat zijn ongeveer de advocaatkosten die, uh, die bespaard ja. hadden kunnen worden. Maar er kan ook nog een hoop geld binnenkomen voor Karel Eiting. Als Twente Europees gaat spelen, als de Champions League ingaan, is dat een miljoen. En bij de Europa League 750.000 euro. Conference League 500.000 euro. Maar ook Mickey van der Ven kan ze nog een hoop geld opleveren. Bij een transfer van Joey Veerman krijgen ze 4% opleidingsvergoeding bij de transfer, Dat kan ook zomaar een miljoen zijn. En in augustus of september komt er weer geld overgemaakt van Wolfsburg. Naar aanleiding van de transfer van Mickey van der Ven. Dat zou ook om een. Bijna 2 miljoen gaan. Dus eigenlijk staat Volendam er financieel uitstekend voor. Ja, want Volendam, Volendam krijgt nog geld als Mickey van der Ven uh, Champions League nee, haalt Nee, of zo. Ja, is dat er ook, uh, ook ja. 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 Natuurlijk de, op de hoogte van het WMW uh, en van, uh, van Mickey. Du, du, dus Jan Smit, ja, Jan Jan, Jan zegt, uh, ja, de reden om ons weg te sturen is gewoon een drogreden geweest. Die wil ook excuses van Jaap ja. Veerman, ja, of dat uh, of dat gaat gebeuren. Dat, uh, dat zullen we zien. Hij zit geloof ik bij Ronda ook nog, uh, Wim Jong, dacht ik, uh, maandagavond. Is dat oh, Goeie van Ajax zijn. Oh, Oké okay, heren, uh, tot vrijdag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.